De onbekende reiziger Diana Jones, hoofdstuk 5. Tegen de middag vroeg Marijn zich af of het echt waar was dat ze Clemens pas die morgen bij het meer hadden begraven. Het leek wel een eeuw geleden. Er was ook zoveel veranderd. Eerst hadden ze een heerlijk ontbijt gekregen. Toen kwam de kleermaker en de laarzenmaker en Ganderts oude kindermeid. Daarna volgde een verbazend lekker middagmaal. Marijn wist nauwelijks meer wie hij was. Hij keek in een spiegel. Dat was iets waar hij zelden de kans toe had gekregen en dus keek hij lang en vaak. En hij zag een jongen met gladgekamd rood haar in een pak van blauw laken met een paar zachte roestbruine laarzen aan zijn voeten. Om eerlijk te zijn, had hij geweldig veel schik in die laarzen. Maar hij leek helemaal niet meer op zichzelf, vond hij. Diederik en Killian waren keurige jonge heren geworden in hetzelfde soort blauwe kleren en Birgit een jonge dame in een jurk van helder kersrood. Ze gedroegen zich allemaal heel bezadigd en beleefd. Niet omdat Gandert daarop stond, want zo was hij niet. Maar gewoon omdat Markelo een plaats was waar je je niet anders kon gedragen. Lenina was nog het meest veranderd. Ook zij was prachtig gekleed en haar haar was net als bij een edelvrouw opgemaakt. Haar wangen waren rozer dan anders en ze lachte en babbelde en rende met Gandert rond voor 1001 boodschapjes. Marijn had haar niet zo vaak zien lachen en hij had er zeker nog nooit zo spraakzaam gezien. Ze leek een ander mens. Dat deed hem verdriet. Dat deed hem eigenlijk meer verdriet dan het nieuws dat ze diezelfde avond nog met Gandert zou gaan trouwen. Marijn mocht Gandert wel. Gandert had tegen Marijn gezegd dat hij mocht doen waar hij zin in had en overal komen waar hij maar wilde. En hij meende het blijkbaar ook. Het was een heel vriendelijke man. Marijn vond de andere mensen in het huis ook erg aardig, vooral Ganders oude kindermeid. Ze maakte een hoop drukte en zei steeds maar weer dat ze altijd wel had geweten dat Lenina Ditmaars dochter terug zou komen. En ze noemde Marijn hondje en ze zei dat hij een schat was. En terwijl ze hem met aankleden hielp, vertelde ze Marijn een verhaal over een heer van Markelo die vogelvrij was verklaard. Marijn had dat verhaal nooit eerder gehoord en luisterde aandachtig. Maar hij voelde zich eigenaardig. Alles was ook zo vreemd. Marijn deed wat Gandert had gezegd en ging op onderzoek uit. Hij ontdekte 2 tuinen en een keuken. Hij keek in de kelders en in de kleine kamertjes vlak onder het dak. Maar iedere keer merkte hij dat hij in de richting van de stallen zwierf. De huifkar was met mandfles, muziekinstrumenten en al in het koetshuis gezet. Het was dezelfde wagen, maar toch leek hij nu al kleiner, stoffiger
en een beetje verschoten. Merlijn praatte een hele tijd tegen Olop, die mistroostig in een stal stond en blij scheen te zijn met wat gezelschap. Merlijn pikte wat lekkers voor hem uit de keuken. Dat was niet zo moeilijk, want iedereen was druk in de weer met de voorbereidingen voor de bruiloft. Olop at het beleefd op, maar keek triest en zweette erg. Arme jongen, zei Merijn verdrietig. Ik heb het ook warm. Dat komt omdat we nu in een huis zijn. Wat later op de middag kreeg Merijn het nog warmer. Hij kreeg het zo benauwd tussen die muren dat hij zich afvroeg of hij niet even de stad in zou gaan. Maar wat hij van Markelo had gezien was niet erg aanlokkelijk geweest. Weer slenterde hij het stalplein over en liep een van de tuinen in. Daar zat Birgit. Ze had het zeker ook warm, want ze had haar kersrode laarsjes uitgetrokken en zat met haar voeten in de goudvissenvijver. Ze lachten treurig en beleefd naar elkaar. En Merijn liep verder naar de tweede tuin. Achter zich hoorde hij Ganders stem. Maar mijn lieve meisje, je wordt nog doodziek zo. Droog alsjeblieft je voeten af en trek je laarzen weer aan. Anders maakt je moeder zich nog zorgen over je. Merijn had medelijden met Birgit. Toen kreeg hij ineens ook verschrikkelijk veel medelijden met zichzelf. Hij moest ergens anders heen. Hij moest naar buiten. Wild keek hij om zich heen, naar boven, naar alle kanten. Een stevige klimopplant die tegen de gele muur van het huis groeide, bracht hem op een idee. Hij hees zichzelf erin en begon te klimmen. Het ging heel gemakkelijk. Alleen op het laatste stuk moest hij een grote stap doen en zich over een brokkelige stenen rand heen hijsen. Toen stond hij op het brede, platte dak. Het was schitterend. Merijn keek rond over de stad, over het dal en over de dalen erachter. Hij draaide zich om naar het noorden en keek naar de nevelig blauwe bergen waar hij zo naar had verlangd. En Killian, die geluksvogel van een Killian, zou er al heel gauw heen gaan. Maar daar werd hij weer verdrietig van. Daarom begon Merijn op het dak rond te scharrelen. Hij liep langs de binnenplaatsen en keek allerlei gebouwen binnen. Toen rende hij over een smaller gedeelte naar een andere vleugel en keek neer op de volgende binnenplaats. En daar beneden stond Gandert verschrikt te wenken. Kom naar beneden, kom dadelijk naar beneden. Merijn keek rond. Er liep een regenpijp naar beneden en er was een handige rij vensters. Gehoorzaam zwaaide hij zijn benen over de rand van het dak. Gandert weerhield hem met een heese schreeuw. Nee, hou op! Moet je je nek breken? Wacht! Hij holde weg en kwam al gauw weer terug met een heel stel mannen die een ladder droegen. Achter hen kwam een groepje ontzette dames en de handwringende keukenmeid. O, mijn hondje, o, mijn hondje! Merijn zat triest op de rand van het dak. Hij zwaaide met zijn benen
en keek naar al dat gedoe met de ladder. Nu wist hij wat er met Gandert aan de hand was. Hij was een zeurpiet. Eindelijk bonkte de ladder naast hem tegen de muur. Nu kun je naar beneden, riep Gandert. Doe maar heel voorzichtig, hoor. Marijn zuchtte en stapte de ladder op. Uit louter koppigheid klom hij heel langzaam naar beneden. Hij besloot dat hij, als hij dichtbij genoeg was, tegen Gandert zou zeggen: Maar u hebt toch gezegd dat ik overal mag komen? Toen hij vond dat hij laag genoeg was om verstaanbaar te zijn, draaide hij zich om. Er kwam juist een man door de deur de binnenplaats op. Een blonde man met lichte, onbetrouwbare ogen. Even schrok hij toen hij Marijn zag die hem hoog bovenop de ladder aanstond te kijken. Toen haalde de man licht zijn schouders op en slenterde naar Gandert. Hij zei iets. Gandert antwoordde. Weer schokschouderde de man. Hij zei nog iets tegen Gandert en liep toen langzaam de binnenplaats af. Marijn was vergeten wat hij wilde zeggen. In plaats daarvan zei hij, zodra hij op de grond stond, wie is die man die hier net was? Die blonde die met u praatte? Gandert keek onbehagelijk, zo onbehagelijk, dat Marijn een klem om zijn borst voelde en misselijk werd. Dat is iemand die hier logeert, zei Gandert. Maar je mag beslist niet meer op het dak. Het is zo verschrikkelijk hoog en de dakbedekking ligt los. Je had wel dood kunnen vallen. Dood, mijn hondje, zei de kindermeid. Marijn kreeg een lange uitbrander van Gandert en van de kindermeid te horen. Maar hij verstond er geen woord van. Het was natuurlijk niet zo gek dat ze hem alle twee een standje gaven. Maar Marijn wist vrij zeker dat Gandert hem vooral zo'n lange uitbrander gaf, omdat hij niet over de blonde man wilde praten. Het enige wat hij wilde was weg zien te komen en Lenina opzoeken. Lenina was in de grote zaal van het huis. Waarschijnlijk was dit precies dezelfde plaats waar Clemens 17 jaar geleden had gezongen en Gandert voor de gek gehouden. Lenina was vrolijk bezig met de tafels voor het bruiloftsfeest. Het leek wel of ze haar leven lang niets anders... Sorry jongens, had gedaan. Marijn moest haar aan haar mouw trekken voor ze naar hem luisterden. Moeder, een van de mannen die vader hebben vermoord. Hij logeert hier. O Marijn, val me nu niet lastig met domme verhalen, zei Lenina ongeduldig. Maar ik heb hem gezien, zei Marijn. Je zult je wel vergist hebben, zei Lenina. Ze trok haar mouw los en ging terug naar de tafels. Geschrokken en bang bleef Marijn midden in de zaal staan. Hij begreep heel goed dat zijn moeder hem niet wilde geloven. Ze had Clemens en dat deel van haar leven achter zich gelaten en ze wilde er niet meer aan herinnerd worden. Maar als Gandert iets te maken had met de moord op Clemens, dan was dit wel de laatste plaats waar zij behoorde te zijn. De laatste plaats waar ieder van hen behoorde te zijn.
Marijn keek naar de vrolijke, drukke Lenina. Troosteloos schudde hij zijn hoofd en liep haastig weg om Birgit te zoeken. Birgit kwam hem snel door de tuin tegemoet lopen. Marijn! Een van de mannen die vader hebben vermoord, zei Marijn. Hij logeert hier. Ik weet het, ik heb hem gezien, zei Birgit. Heb jij geprobeerd om het moeder te vertellen? Ja, maar ze wil niet luisteren. Ze wil ook niet naar mij luisteren, zei Birgit. Ze wil het niet weten, denk ik. Marijn, wat moeten we doen? We kunnen hier toch niet blijven? Denk je dat Gandert vader heeft laten vermoorden? Marijn dacht na. Hij herinnerde zich dat Gandert heel blij was geweest toen hij Lenina zag. Maar misschien was het toch geen echte verrassing voor hem geweest. En dat stond Marijn helemaal niet aan. Ik weet het niet. Hij zou het gedaan kunnen hebben. Hij is alleen een beetje te onbenullig om aan zoiets te denken, vind je ook niet? En waarom zou hij het dan niet al jaren geleden hebben gedaan, als hij kwaad was omdat vader moeder van hem had afgepikt, zei Birgit. Maar het kan me niet schelen of hij het gedaan heeft of niet. Ik blijf hier niet en daarmee uit. Moeder blijft wel, zei Marijn. En ik ben bang dat het daarmee ook uit is. Dan zullen we zonder haar verder moeten gaan, zei Birgit. Ik kan koken en we hebben nu goede kleren. Het enige is dat ik het portatief niet zo goed bespelen kan. Marijn had niet het gevoel dat ze een besluit genomen had. Het was aldoor alsof hij al geweten had dat ze weer weg zouden gaan. Maar redden we dat wel? Vroeg hij. Voorstellingen geven, zo, zonder Diederik? Diederik moet ook mee, verklaarde Birgit. Hij zal wel moeten. Hij is vaders erfgenaam. Dus hij hoort mee te gaan. Hij zal hier trouwens net zo min willen blijven als wij. In vroege tijden had hij vader zelfs moeten wreken. Marijn weifelde. Birgit kon nu wel zeggen wat Diederik's plicht was, maar Marijn wist dat Diederik bij Lenina zou willen blijven. Hij wist ook, al begreep hij niet hoe, dat Diederik altijd meer met Lenina op had gehad dan met Clemens. En hoe zou Diederik nu zanger kunnen worden? Hij was bij iedere voorstelling weer even bang en nerveus. Maar zou Diederik het doen? Uit zichzelf. Ik bedoel... Ik weet precies wat jij bedoelt, zei Birgit. Maar ik praat Diederik wel om. Als er geen ouders bij zijn die zich ermee bemoeien, kan ik hem altijd ompraten. Laten we hem dan maar gaan zoeken, zei Marijn. Ze hadden Diederik al een hele tijd niet meer gezien. Ze hadden geen idee waar ze moesten zoeken. Zo kwam het dat ze vanzelf weer bij de stal terechtkwamen. Ze gingen even bij Olop kijken. Diederik stond Olops tuig te poetsen en Killian hielp hem een handje. Ze keken allebei een beetje beteuterd toen ze Marijn en Birgit zagen aankomen. Wat moeten jullie hier al door? Zei Killian kribbig. Marijn besloot de koe bij de horens te vatten. We nemen de wagen en we gaan weg, zei hij. Gaan jullie mee?
Kilian was werkelijk stom verbaasd. Hij staarde Merijn geërgerd aan, alsof hij zijn oren niet geloven kon. Ik moet in ieder geval gaan, zei Diederik. Vader heeft me gevraagd om Kilian naar Hadeborg te brengen. Maar het is niet nodig dat jullie tweeën meegaan. Het is wel nodig, zei Birgit. Een van de mannen die vader hebben vermoord, loopt hier rond. En als dat geen goede reden is om weg te gaan, dan weet ik het ook niet meer. Diederik en Kilian keken elkaar aan. Kilian klemde zijn lippen samen. Echt waar? Vroeg Diederik aan Merijn. Ik heb hem vanmorgen gezien, zei Merijn. Een blonde vent met van die rare ogen. Maar jij hebt hem toch zeker niet gezien? Jawel, zei Diederik. We zaten vlakbij in het bos. Dat was de leider, Kilian. Dit geeft de doorslag. We kunnen beter weggaan, zodra ik moeder goedendag heb gezegd. Doe niet zo stom, zei Merijn. Als je aan moeder vertelt dat we weggaan, zegt zij het tegen Gandert. En dat is zo'n zeurpiet. Die zegt namelijk dat het te gevaarlijk is. En dan zal het wel weer niet mogen. Weer keken Kilian en Diederik elkaar aan. Hij heeft gelijk, Diederik, zei Kilian. Die Gandert is een vreselijk oud wijf. Hij zal ons toch wel achterna komen. Als we nu eens wachten tot de bruiloft op gang is, dan heeft hij het veel te druk om te merken dat wij weg zijn. Wat vind je daarvan? Diederik stond zwaarwichtig te peinzen. Hij zag er door alle zorgen paars en terneergeslagen uit. Nee, dat kunnen we niet doen. Niet als die kerel hier rondloopt. Hij wees met zijn hoofd naar de andere kant van het erf. Er was daar een grote oude poort in de muur. Voor de verveloze deuren zaten grendels geschoven. We hebben ontdekt dat je door die poort in een achterafstraatje komt. Proberen jullie tweeën die grendels maar weg te schuiven, dan span ik Olop in. Maar maak de poort niet open voor ik klaar ben. Kilian hielp Diederik om de wagen uit de stal te trekken en Olop achteruit tussen de disselbomen te leiden. Ze waren bijna gelijk met Birgit en Merijn klaar. De grendels zaten muurvast en waren roestig. Birgit wilde wat olie uit de wagen gaan halen, maar Merijn hield haar tegen. Nee, zei hij, ik weet hoe we Gandert voor de gek kunnen houden. Hij was de hele tijd bezig om de grendels los te wrikken. En Birgit klemde haar vinger. Klaar, zei Diederik. Olop liep naar de poort. Hij danste bijna van plezier, omdat hij zijn gewone werk weer mocht doen. Birgit en Merijn duwden tegen de poort die knarsend open zwaaide. Gewoontegetrouw sprong Birgit kwiek op de wagen. Ze ging zitten om haar laarsjes uit te doen. Rammelend reed de wagen door de poort. Krakend rolde hij over het grind van het weggetje. Het was er zo smal dat het heel even leek of Olop tegen het huis met de gesloten luiken op zou lopen. Merijn bleef op het erf en schoof de grendels zorgvuldig weer op hun plaats. Tot zijn grote tevredenheid leek het net of de poort
nooit open was geweest. Hij nam een aanloop en sprong en kon met zijn vingers net in een scheur tussen de poort en de muur grijpen. Nu kon hij zich bovenop de brede muur hijsen. Killian ging rechtop in de wagen staan en hielp hem naar beneden. Goed bedacht, zei hij. Laten we hopen dat Gandert een hoop tijd verdoet met uit te zoeken welke kant we zijn opgegaan.